Suriname is er klaar voor om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi tijdens een persbriefing aan de vooravond van de 43ste CARICOM-staatshoofdenvergadering. Het staatshoofd gaf verder aan dat Suriname alle voorbereidingen heeft getroffen om de komende 6 maanden het voorzitterschap van de CARICOM te bekleden. Hij stelt dat ons land hiermee in de gelegenheid wordt gesteld zijn stem duidelijk te laten horen over problemen binnen de regio. We nemen die verantwoordelijkheid als voorzitter en zeker mijn persoon als president van het land, als voorzitter van CARICOM. Ik vind het een hele eer om deze vergadering te leiden van staatshoofden. Een eer omdat je als land ook leiding mag geven aan regionaal beleid samen met de overige leiders. Een eer omdat er issues zijn op dit moment die spelen in de wereld, in de regio, die om aandacht vragen. En dat vraagt ook om regionale standpunten. Dat vraagt ook om regionaal commitment. Dat vraagt ook om regionaal leiderschap. En dat is waarvoor we gaan. Volgens Carla Barnett, secretaris-generaal van de CARICOM, staat klimaatverandering hoog op de agenda tijdens de staatshoofdenvergadering. Dit onderwerp zal breedvoerig besproken worden met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, die ook aanwezig is. Volgens Barnett is het van eminent belang dat de totale regio een eenduidig standpunt inneemt in deze. There's a lot of focus on smaller countries, there's a lot of focus on developing countries, and yes, we need to do the right things as well, but the big countries as well. This means for us that it's not only about the science, it's also about the political organization, it's also about the advocacy. And one of the things that we want to do at this meeting is to ensure that our preparation for the next big global confab, which is COP27 later this year, that we are even better prepared for this one than we were the last one.